Hey, daar zitten we weer. Het is weer maandag en leuk dat jij kijkt naar deze gloednieuwe video. Een paar dagen geleden zat ik eens te kijken onder de video van vorige week wat voor reacties jullie allemaal hadden achtergelaten. En daar kwam ik deze reactie ook tegen. Toffe video man bro, kijk al sinds 2017 je video's en I still like it. Maar zou je een video kunnen maken over bijvoorbeeld 10 dingen die je nog niet weet van mij? Dus, wat ga ik vandaag doen? Vandaag ga ik lekker een potje Fortnite spelen. Nee, vandaag heb ik dus ook gewoon een video over 10 dingen die jij nog niet wist over mij. Als jij nog een leuk video idee weet, laat het hier zo weten in de reacties. Dan kan ik dat misschien volgende week maandag gaan doen of een andere week kan. Of wanneer er meerdere reacties zijn, moet ik gewoon even kijken welke het leukste is en welke ik als eerst ga doen. Maar laat het even weten. Voordat we gaan beginnen, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, wat ben je dan aan het doen? Klik op die abonneerknop en dat leuke belletje ernaast, zodat je altijd op de hoogte bent van mijn gloednieuwe uploads. En dan kunnen we nu echt gaan beginnen met 10 dingen die jij nog niet wist over mij. Oké, ik denk dat wel meerdere van jullie dit hebben, maar ik ben eigenlijk nergens echt bang voor. Alleen als ik bijvoorbeeld een enge film of iets heb gezien of iets engs heb gezien in het echt, dan ben ik pas echt gewoon voor een bepaalde tijd bang voor datgene, maar daarnaast ook gewoon weer weg. Het is gewoon een beetje raar hier in mijn hoofd. Ik bedoel, er zijn mensen die bang zijn voor spinnen, of er zijn mensen die bang zijn voor zombies of monsters of lala. Maar ik ben daar eigenlijk niet echt bang voor. Behalve als ik echt enge shit over die dingen heb gezien, dan ben ik gewoon voor een bepaalde tijd bang, maar daarna niet meer. Nummer 2 is eigenlijk een best wel positief iets. Ik ben pittig verslaafd aan sporten. En meestal is een verslaving niet goed. En daarom denk ik ook van, is dit nou positief of is dit nou negatief? Voor mijn gevoel is het positief, omdat ik wel gewoon veel blijf bewegen. Alleen aan de andere kant is het ook negatief, want als ik dan niet sport, dan word ik helemaal gek. Dan word ik echt gewoon helemaal gek. Ik was in de zomervakantie was ik best wel veel weg en dan kon ik niet naar de sportschool. Want zoals de meeste van jullie weten, of de meeste die mij volgen op Instagram of Snapchat, ben ik best wel vaak in de sportschool. En als ik dan niet kan sporten, dan word ik gewoon gek in mijn hoofd. En al helemaal als ik allemaal shit ga eten en zo, wat hartstikke lekker is. Dat is zeker iets wat ik niet kan ontkennen. Ik word dan gewoon helemaal gek in mijn hoofd en ik handle het gewoon niet meer. En uiteindelijk... Oké, dit is echt een hele rare gewoonte van mij. Ik weet niet of meerdere van jullie dit hebben, maar dit is een gewoonte waar vooral vrienden, als ze bij mij logeren, zich helemaal de pleuris aan irriteren. Ik ben een persoon die niet kan slapen, echt gewoon niet in slaap kan vallen, als ik ook maar één druppeltje, in die mini klein druppeltje vocht in mijn blaas heb zitten. Ik kan dan gewoon niet slapen. Ik moet dan eerst naar de wc om dat eruit te krijgen en daarna pas kan ik slapen. Ik weet niet waardoor het komt. Ik heb mezelf dat soort van aangeleerd of zo. Ik irriteer me er zelf helemaal kapot aan. Mijn ouders irriteren zich eraan en mijn vrienden irriteren zich eraan. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Nummer 4, mijn lievelingseten is lasagne. Ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Ja, de meeste mensen houden van of patat of pizza of dat of pizza. Maar ik vind lasagne vind ik gewoon het lekkerste eten wat er is. Dit is een dingetje wat best wel grappig is, wat ik volgens mij sinds groep 8, klas 1, doe ik dat en ik zit nu in de vijfde. Ik eet elke ochtend voor school tosties. Altijd. Als er kaas in huis is, als er brood in huis is en we hebben ketchup, ik eet tosties. Klaar. Finito. Done. Niks meer aan doen. Ik drink buiten feestjes om heel veel water. Aan de ene kant is dat een goed ding, alleen het slechte eraan is dat ik echt veel water drink. Ik pak gewoon water wanneer ik zin heb. Niet eens wanneer ik dorst heb, maar gewoon wanneer ik zin heb. En ik kan je vertellen, dat is met mijn plasverhaal niet het slimste wat ik had kunnen doen. Nummer 8. Ik ben echt een enorme fan van Formule 1 en Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is een Formule 1 rijder voor de mensen die het niet weten. Ik ben echt een enorme fan van hem. Echt al sinds ik, wat zou het zijn, 9 jaar was of zo. En ik ben nu 16, dus dat is al 7 jaar. Ja, hey William, goede rekenskills. Nee, maar ik ben echt al zo lang fan van hem. En hij is gewoon een soort van mijn idol geworden. Ook al ga ik nooit iets doen met autorace of zo. Hij is wel een soort van mijn voorbeeld geworden voor met de rest van de dingen die hij doet qua op Instagram en dat soort dingen. Voor de mensen die mij nog niet volgen op Instagram, dit is mijn Instagram. Check het even. Kijk wat voor leuke foto's en zo ertussen staan. Dat is leuk. Nummer 9. Dit is eigenlijk een best wel slechte eigenschap van mij. En dat is dat ik te veel dingen wil kunnen. Ik wil alles kunnen. En het probleem is dat als ik alles wil kunnen, dat ik geen prioriteiten kan stellen. En wat gebeurt er als je geen prioriteiten kan stellen? Dan ga je allemaal verschillende dingen door elkaar doen. En wat gebeurt er als je allemaal verschillende dingen door elkaar doet? Dan specialiseer je niet op een bepaald gebied of iets. En nummer 10 is, als je mijn video's al echt een lange tijd kijkt, dan weet je dat ik vroeger een afro heb gehad. En dat was niet echt de mooiste afro.
Oké, dit was eigenlijk best wel snelle video. Gewoon 10 dingen die jullie waarschijnlijk nog niet wisten over mij. Als jullie willen dat ik vaker van dit soort video's doe, of dat ik een langere versie maak, of dat ik een versie maak met mijn ouders of zo, en dat mijn ouders gaan zeggen van, hey, ja, klopt, haha, leuk William, dat kan ik me nog wel herinneren van vroeger. En haha, ja, dat is zeker waar. Haha William, ik weet dat jij niet kan slapen als je 1 druppel vocht in je blaas hebt zitten, want dan kan ik namelijk ook nooit slapen, omdat je altijd naar beneden van de trap afloopt en dat doe je ook niet bepaald zacht of zo. Kijk, als jullie zo'n versie willen, dan doe ik dat. Voor de rest kan je natuurlijk hier zo altijd in de reacties een leuke comment achterlaten of een comment met een video idee. En dan zie ik jullie gewoon volgende week maandag om 6:30 weer bij een gloednieuwe video. Laters!